Nou, we zijn live. Hebben we geen muziekje? We hebben geen muziekje. Ja, dat kan ik kan wel een muziekje instarten, maar dat is eigenlijk alleen voor de gast, hè? Dus, Oh ja, dat is waar ook. Nou, iedereen van harte welkom. We gaan weer een update geven van Radio Gletscher. Dat is ook wel nodig, want er is heel veel gebeurd. We hebben veel gesprekken gevoerd met mensen die ons misschien wel of niet zouden willen helpen met een aantal zaken. Nou, dat is voor een groot deel gelukt. En voor een groot deel zijn we ook heel zelf creatief geweest. Marlijn, we kunnen natuurlijk gelijk diepte in, maar ik wil eerst even weten hoe het met je gaat. Oh. Dat is een terugkerend item, heb ik het idee. Maar... Ja, nee, gaat wel goed. Ja, we hebben natuurlijk heel veel externe factoren die vanavond bekend worden gemaakt, zou ik maar zeggen. Hè? Waar we niet zo blij van worden. Waarvan je denkt van, ja. waar gaat dit heen? Hoe erg moet het nou nog worden? Maar het moet nog veel erger worden, blijkbaar. Dus, maar ik las dat de zwembaden, die gaan niet meedoen, zeiden ze. Ja, dat zeggen ze wel vaker. Dat zeggen ze wel vaker. En de horeca, die zegt ook altijd van, we doen niet mee en dan doen ze uiteindelijk toch mee. Maar, dus dat, ja. Hoe kunnen wij hier als spirituele zender mee omgaan? Kunnen wij daar een standpunt in nemen? Of kunnen we zeggen, nou, wij blijven zoveel mogelijk in de liefde? En zo ja, hoe doen we dat dan? We blijven natuurlijk enorm in de liefde. Maar, we hadden het hier over met Fred Teunissen toen hij hier was. Die zei van, ja, je moet toch stelling nemen. En dat is dan wel met liefde. Maar dat is toch wel dat je zegt van, nou ja, dit is de grens, tot hier en niet verder. Ja. Dus je zegt gewoon, ik doe gewoon niet mee. En dat is geen aanval, zeg maar. Je gaat er niet tegen in. Je doet gewoon niet mee. Nee. Dus dat is een ja, hoe dat in de praktijk uitpakt en hoe je dat moet doen, dat is altijd een lastige. Maar ja, dat heeft wel consequenties. Ja, alles heeft consequenties. Ik denk wel dat op een gegeven moment al die mensen die nu nog aan de zijlijn staan, die hopen dat het allemaal overwaait en een paar weken duurt of een paar maanden en die komen dan ook wel weer door. En dat die mensen op een gegeven moment ook zoiets hebben van, nou ja, dit kan niet. Dit kan niet meer. Dit is nou genoeg geweest. Ja. Ja, we zijn inmiddels wel 2 jaar verder, hè? Nog 2 maanden en dan is het jaar alweer voorbij. We zitten op 2 november van 2021. Dus je zou denken van de meeste mensen hebben toch wel genoeg tijd gehad om wat meer, wat verder te kijken dan alleen het journaal. En dus, ja, toch eens eventjes de verantwoordelijkheid te nemen in deze situatie van, goh, misschien zijn er wel meer dingen die aan de hand zijn op deze wereld. En wat moet ik daarvan vinden? En ja, verdiep je eens een keer wat zaken. Dat is volgens mij essentieel. En de mensen die dat wel een beetje gedaan hebben, ja, die zouden toch een keer tot conclusie moeten komen van, ik doe inderdaad niet meer mee. Maar goed, dat is even een dingetje. Vanavond zullen weer wat berichten de wereld ingeslingerd worden die op heel veel mensen invloed hebben en ook op ons. Maar het is net hoe het mee omgaat. En dat is eventjes belangrijk om te weten natuurlijk. Als ik daar even, want het is, ja, haakt wel mooi in. Mieke, ja, Vulink had een artikel geschreven waarin zij dus dit ook zegt. Ze zegt, we zijn al een heel eind op weg wat ons bewustzijn betreft. Maar binnen de dualiteit die toch aanwezig is op aarde, zijn er meerdere wegen die naar bewustwording leiden. Enerzijds is daar het volgen van informatie, samen met het schouwende vermogen. Het onderzoeken en kennis nemen van, het begrijpen en onderscheid kunnen maken tussen dit klopt voor mij en dit klopt echt niet voor mij. Hier hoort ook een bepaalde afstand en nuchterheid bij,
waardoor je niet in bepaalde waarheden en scenario's gevangen raakt. Oké. Nou ja, een hele goeie. Ik denk ook dat het wel tijd wordt dat mensen een keer gaan zien wat propaganda bijvoorbeeld is. En wanneer hebben we het over propaganda en wanneer hebben we het over nieuws? Dat onderscheid moeten we toch wel een keer kunnen maken. Hè? Wat denk jij? Ja, ik zeg ook al 2 jaar en misschien nog wel langer. Iedereen zou een lesje media moeten krijgen van hoe dat nou eigenlijk werkt. En hoe dat gaat. Hoe het nieuws in elkaar wordt gezet. En ja, dat vertrouwen in mensen die je niet kent. En gewoon maar aannemen dat ze alles hebben onderzocht. En het heel goed hebben uitgeplozen. Ja, daar moet je vanaf toch op een gegeven moment. Je moet er toch een keer doorheen kijken. Ja, ja. Ja, we worden eigenlijk uitgedaagd om meer op onszelf te vertrouwen. En dat is eigenlijk een hele interessante tijd. En voor heel veel mensen is dat een hele uitdaging. En voor mij ook hoor. Ik bedoel, het is niet zo dat ik overal alles al van weet. En dat ik overal goed vanaf kom. Dat is niet waar. Nou, dat is misschien wel leuk. Want heb jij onlangs nog een verjaardag meegemaakt bijvoorbeeld? Want dat is ook een beetje een rode draad door deze uitzendingen heen. Dat jij af en toe ergens zit. Ik wil eigenlijk dat verhaal even niet vertellen. Ja, ik maak wel eens verjaardagen mee, ja. Ja. Maar daar wilde ik eigenlijk nu net niet op ingaan eigenlijk. Oké. Okay. Maar wat wil je graag van me horen dan? Dan ben ik wel benieuwd naar. Nee, maar daar ga je nog steeds naartoe. En dan zit je in zo'n kringetje en... Ja, misschien is er progressie daarin. En dat je daar gewoon wat beter, wat ontspannender zit. Maar misschien ook... Nou, ik zit er wel ontspannender. Ik heb ook wel verteld over Radio Gletscher. Ik vertel gewoon alles wat ik vind. Alleen, ik merk gewoon dat de omgeving daar... Ja, die heeft daar niet zoveel mee. Die heeft zoiets van, nou, ik hoop dat je binnen een jaar tot inzicht komt... dat je normaal moet gaan doen. En gewoon weer een normale baan in van 40 uur. En gewoon je bek houden en doorlopen. Dat idee. Ja. Van, Niels zit een beetje in zijn spirituele fase. Ja, weet je, een jaartje, dan is hij wel weer back on earth. En dan ziet hij wel weer dat we uiteindelijk hadden wij toch wel weer gelijk. En dan moet hij weer toegeven. Zoiets. Ja, ja. Ja, nee, dat is toch eigenlijk... Ik denk dat heel veel mensen dat hopen. Maar goed, misschien zit ik mis. We gaan het zien. Nou, heel veel mensen kijken ook naar de geschiedenis, hè? Naar het verleden van, ja, dit was in de jaren 60 ook. En toen was er ook zo'n hoos van de flower power en dit en dat. En dat is ook allemaal verdwenen. En dat werkte toch allemaal toch niet. Dus nu werkt het ook niet. Nu gaat het ook niet werken. Nee. Die staan er zo in. Ja. Maar goed, en ik wil niet te veel met modder gooien. Want misschien luisteren ook wel mensen die ook wel eens in mijn sociale omgeving zitten. En die denken van, nou, wat een rare constatering. Ik ken me daar helemaal niet in. Het zou kunnen. Maar het is een pad. En ik vind het allemaal goed. Als je over bepaalde dingen niet wil praten. Of als je het anders ziet. Ik vind het allemaal goed. Ieder zijn eigen pad. En we zullen zien. We gaan even verder, met onze zender. Want we zijn ontzettend druk geweest, Marlijn. Zowel met de website als met nieuwsbrieven schrijven. En benaderen van mensen. Hebben wij toch al aardig wat stappen gemaakt. Want op een gegeven moment liepen we wel een beetje vast. Wil je daar iets over zeggen misschien? We liepen een beetje vast inderdaad. Omdat we moesten op een gegeven moment... Nou, we moesten niks. We moeten niks. Maar we werden toch een beetje in een soort concessieachtig bewustzijn getrokken, zeg maar. Dat we steeds dachten van, nou ja, oké... Ja, dit misschien, dat misschien. Dit. En toen raakte het een beetje kwijt. Van ja, wat zijn we nou aan het doen? En toen moesten we eigenlijk weer, zoals ze in de politiek zeggen, hergronden en zo. En herbronnen. Ja. En dat was wel, dat is altijd wel even goed. Want dan maak je het gewoon even helemaal los. En dan ga je terug naar de basis waarom je dit allemaal eigenlijk aan het doen bent. En dan gaat het balletje weer rollen. Ja, we hebben een aantal belangrijke beslissingen gemaakt. En één daarvan is dat we geen muziek gaan draaien. Dat we een soort kernteam gaan vormen van een aantal mensen die
echt de noodzaak voelen om, om met Radio Glacier, met het groeiende bewustzijn en alle onderwerpen die daarmee samenhangen, om dat te brengen. En we willen voornamelijk live uit gaan zenden. Dus uiteraard zullen er ook podcasts zijn die te beluisteren zijn, maar voornamelijk live. En met een vaste kerngroep. Dus de bekende stemmen die er dan op een gegeven moment zullen zijn, die zul je herkennen. En het is, voor dit moment kiezen we ervoor dat we het vrijwillig doen. En dat mensen, als ze nou echt zo'n leuk programma vinden of een mooi project vinden, dan kunnen ze een donatie overmaken. Dat is. jij komt met een aanvulling, maar je zegt helemaal niks. Maar, nee, want ik dacht van, dit is het mooie moment voor de stilte. Maar nee, dat klopt. Ja, de muziek. Ja, kijk, de muziek. Dat al die andere radiozenders die hebben muziek. Dus dat is totaal geen toevoeging ten eerste. En ten tweede wordt muziek ook als een soort behang op de achtergrond, zeg maar, gebruikt. En dat is toch niet waar we naartoe gaan, denk ik. Nee, maar kijk, als je muziek wil, dan moet je naar Spotify of naar een muziekzender. Dat vinden wij. En ik denk ook ik weet niet. Kijk, de millennials zal dat misschien niet zo heel veel zeggen. Maar in mijn tijd, toen ik jong was, had muziek echt nog een culturele impact. Je had echt het. Je was fan van die band en juist niet van die band. En je haalde daar je identiteit uit. En het was een soort manier van leven ook die erbij hoorde. Dat is totaal weg. Ja. Muziek speelt helemaal niet meer zo'n grote rol. Al die muziekzenders, die hangen daar nog steeds aan vast. Van die willen dat een soort van opnieuw laten oplaaien. Maar die rol heeft het helemaal niet meer. Dus, even een opmerking, het is 13-13. Ah. Kijk, dus op de klok zie ik getallen. Het is nu 13-13 mensen. Schrijf het op en kijk ernaar en doe er wat mee. je moet het ook niet al te serieus. Natuurlijk is het dan leuk dat je dit soort dingen ziet. Daar kunnen we ook een uitzending over maken. Maar je moet het ook af en toe een beetje humor erin. Dat vinden we ook belangrijk. Een beetje kunnen lachen met elkaar. Want we zitten al in een hele gekke tijd. Hou het een beetje luchtig. Dus dat. We zijn geen muziekzender. We hebben nog wel getwijfeld om te denken van, doen we dan nog toch een licentie, dat we, als we dat leuk vinden, muziek kunnen draaien. Maar we hebben het een beetje tegen elkaar afgewogen. En dat is toch niet voor ons toch niet een goed idee. En ik denk dat we er ook heel creatief van worden. Want, wat is nu het geval? Er ontstond zomaar een idee in mijn hoofd door de afwezigheid van muziek. En toen dacht ik van, wat zou nou een leuk item zijn om mee te beginnen voor ons nieuwe programma? Toen dacht ik van, de stilte van de week. Ja, waarom niet gewoon luisteraars stiltes laten insturen die ze zelf hebben opgenomen? En dan gaan we daar natuurlijk naar luisteren. Maar dan is het ook misschien leuk dat er een soort toelichting komt van, ik was op dat moment daar en daar en... Toen gebeurde er dit en dit. En dat is gewoon een leuke aanvulling voor het programma. Het is een hele andere kijk op geluid, op stiltes, maar ook op wat je daarbij voelt. Ja, vond ik wel een leuk idee. Ja, dat past ook wel bij Radio Glitcher. Dit is geen gewone radio. Dit is meer een soort audiospeeltuin, noem ik het altijd. En daar kunnen al deze dingen daarop. Dus alles met geluid. En ja, stilte is ook geluid eigenlijk. Dus het is leuk als je gewoon een opname hebt. Waar is die gemaakt? En op wat voor moment? En wanneer? Waar? Het gevoel erbij. We willen ook mensen dan ook in de uitzending halen eventjes gewoon om te vertellen van ik was daar en daar en ik heb het zus en zo opgenomen. En dan gaan we luisteren naar de stilte. Ja, en dat is ook een mooie manier om te doen aan publieksparticipatie. En ik zou zeggen, mensen, voel je vrij om het in te sturen. En ik dacht, we zijn nou toch live aan het uitzenden. Misschien is het leuk dat we zelf daarmee beginnen met een stilte. En ik heb zelf geen stilte opgenomen. Maar dat hoeft ook niet, want we zijn natuurlijk gewoon live. We zouden ook gewoon nu een stilte kunnen doen.
Dus mijn voorstel is om... Ja, we voelen gewoon even in ons lichaam en we gaan gewoon even een tijdje stil zijn. En op een gegeven moment dan pakt een van ons twee de draad wel weer op. Nou hoor, ik vind het eigenlijk wel prettig. Ja, dit kan op de gewone radio niet, hè? Daar zijn ze ongelooflijk bang voor om dit te doen, omdat de mensen dan wegzeppen, zogenaamd. Maar onze kijkers blijven gewoon hangen, dat is wel grappig om te zien. Ja, tuurlijk. Waarom zouden ze... Kijk, we moeten ook gewoon begrijpen dat we op deze manier ook met elkaar in verbinding staan. En dat is natuurlijk al bijzonder genoeg. Dus je hoeft daar niet per se woorden aan te geven. Dat doen we natuurlijk wel om een programma te maken. Maar je merkt ook dat je daar rustiger van wordt. Je gaat er ook rustiger van praten. En anders dan krijgen ze een opgewonden stemmetje die weer zegt... We gaan hier en hier naartoe. Of zo. Ja, dan gaan we nu even een belspelletje doen. En dan moet iemand een nummer afzingen. En dan gaan, gaan we heel hard lachen en dan gaan we prijzen uitdelen. En, Ja, maar laten we het niet steeds, we gaan het niet steeds vergelijken, want daar heb jij wel een handje van. Laat ze maar lekker doordoen. Laat ze maar lekker die belspelletje spelen. Dat zal ze nog heel veel opleveren, denk ik. Heel veel plezier. Maar niet voor ons. Hey, ik zie dat we een melding binnenkrijgen. Oh, krijg een melding binnen. Van iemand. Oh nee, dit is gewoon Twitter. Ja, oké. Okay. Heb jij nog berichten van mensen binnengekregen? Hebben we reacties gekregen op deze stilte? Nee, iedereen doet mooi mee qua stil zijn. Dus dit is natuurlijk ook... we gaan ook meditaties uitzenden. Dat is natuurlijk ook geleide meditaties. Maar er zitten natuurlijk ook veel stiltes en dingen tussen. Dus dat is een van die ideeën om dan 's ochtends vroeg een vast moment te hebben dat er een meditatie is. Kun je gewoon meedoen, 's ochtends. Ja, precies. En natuurlijk de specifieke onderwerpen waar we mee bezig gaan. We hebben een leuke podcast die binnenkort uitgezonden zal worden. Dat is een hele reeks. Dus daar zullen heel veel mensen blij van worden. En we hebben inmiddels twee prestatoren die zich hebben aangemeld. En die met veel toewijding willen meedoen met Radio Gletscher. Dus dat is ook de bedoeling van het kernteam. Dat we dus mensen vinden die serieus met ons verder willen. En dat is heel leuk. Dat is heel fijn. De volgende vast meer. Ja.
Ik word er helemaal stil van. Heb jij dat ook niet? Ik word een beetje... Ja, ja, je wordt er heel mellow van, hè? Van zo'n stilte gewoon van een paar minuten. Ja, je gaat er een beetje in zitten. Je bent een beetje uit de flow van presenteren van A naar B en snel de boel aan elkaar praten, want dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Want dat is iets wat je aangeleerd hebt. En dit moeten we weer een beetje opnieuw leren. Dus hadden we het al over de donaties gehad, of niet? Nog niet, volgens mij. Oh. Maar ik zou zeggen, ga je gang. Ik dacht, jij hebt een lijstje, dus je gaat het lijstje af. Maar op de site komt vandaag, want het is nu nog even niet, maar op de site komt een pagina, daar staat rechtsbovenin, staat heel groot, doneer. En dat is een pagina met alle pioniers, alle medewerkers, alle presentatoren. Ik ben er niet zo voor om ze presentatoren te noemen. Want dan heb je toch een beetje een andere associatie erbij. Maar iedereen die meedoet aan Radio Gletscher en sowieso live is, maar ook vaste gasten zijn, die staan op die pagina. En die staan erop met een link naar hun eigen donatiepagina. Dus op die manier kun je rechtstreeks iemand steunen. Als je Radio Gletscher wil steunen, Radio Gletscher is van niemand en van iedereen. Maar als je toch daar iets meer wat steun aan wil geven, dan kan dat via ons. Dus dan steun je mij of Niels. En dat is in principe de enige bron van inkomsten. Want we hebben geen reclame op de zender. Nee, dus we hebben nog geen sponsoren. Maar wie weet kan het nog komen. Mensen die ons een leuk project vinden, die kunnen natuurlijk altijd contact opnemen. En dan zien we wel hoe ver dat gaat. Maar suggesties kun je sturen naar info@radiogletscher.nl. En word ook even lid van onze Facebookpagina. En Twitter hebben we ook. Dus dan kun je ook ons op de voet volgen wat de ontwikkelingen zijn. En we hebben de komende weken hebben we nog een aantal gasten. En daarna zullen we bekendmaken wat voor programma's er zullen zijn. Dat zullen dan voornamelijk live programma's zijn of podcasts in de eerste instantie. Maar dat zal deze maand wel worden, denk ik, hè Marlijn? Dat zal zeker deze maand worden. En we kunnen, we hebben natuurlijk vorige keer, volgens mij 2 weken geleden, aangekondigd dat we naar de zaterdag zouden verhuizen. Dat klopt, maar dat doen we maar 2 keer. En daarna gaan we weer terug naar de dinsdag. Dus we zijn er de 13e, zaterdag de 13e zijn we er, en 20e, met een gast. En dan gaan we weer terug naar onze dinsdag. Ja, het voelt toch beter door de week. Maar er zullen wel herhalingen zijn in het weekend, verwacht ik. Of dan moeten we even kijken hoe we dat gaan invullen. Want we laten het langzaam groeien. We beginnen met een klein groepje en dan vervolgens zal het verder groeien. En als je nog mensen kent die dat ook zouden willen of willen kunnen, maak even contact met ons. Dan komt het altijd wel goed. De stiltes, als je een stilte hebt, die kun je natuurlijk gewoon ook met je telefoon opnemen en of met een microfoontje eraan hangen als je het echt profi wil doen. Maar dat kun je natuurlijk op YouTube zetten. Je kunt het zelfs unlisted maken en dan ons de link sturen. Het is niet de bedoeling dat wij enorme bestanden via de mail allemaal gaan binnenhalen. Dus op YouTube is dat het makkelijkst. En dan stuur je ons de link met je gegevens erbij. En of dat je daar iets over wil vertellen. En dat is de oproep van vandaag. Ja, en wat even technisch misschien wel goed is om te weten. Wij streamen natuurlijk via StreamYard. Via YouTube is het eigenlijk. Maar we hebben straks natuurlijk ook de zender. Dus wil jij non-stop, wil je alle programma's gewoon lekker luisteren die er zijn van ons straks, dan moet je naar de zender gaan. En dat zal gewoon te vinden zijn op radiogletscher.nl. Dan kun je naar onze live
stream gaan. En die is nu nog niet te beluisteren. Maar dat zal straks wel het geval zijn. Zodat je dus gewoon lekker de hele dag gletsjers hoort. Ja, dus ook binnen een paar weken dan, dan die knop met live erop. Als je daarop klikt, dan komt er ook echt geluid uit. Dat is ook binnen een paar weken gaan we dat gewoon aanzetten. Want voor die tijd gaan we nog wat dingen testen ook. En dat is niet de bedoeling dat mensen dat horen. Zou ik niet doen, nee. Maar goed, Marlijn, ik denk dat wij de oproep wel gedaan hebben en onze update. Heb jij verder nog iets wat je wil aanvullen? Zijn we iets vergeten? Ik heb geloof ik niks aan te vullen. Nee. Ja, als je tips hebt van doe dat, doe iets. Als het toch een audio speeltuin is, doe dan dit of dat. Dan geef ons even een seintje. Dan nemen we dat mee. Ja, en de eerstvolgende keer is 13 november, hè? Ja, dus dat is, wanneer is dat? Volgende week zaterdag. Yes. Oké, ik wil iedereen danken voor het luisteren. En luister graag de volgende keer weer naar Radio Gletscher. Hoger bewustzijn, diepere radio. En graag tot ziens. Bye bye.